Ja, het is een oase van rust bij haar. Prachtig, badend in het herfstlicht. Geweldig. Wat heel erg belangrijk is in dit soort stationsprojecten en dit soort stationsgebieden, is dat je met elkaar bezig bent om de wereld een beetje mooier te maken. Ik durf bijna te zeggen dat het het mooiste station van Nederland is. Het is een landgoedstation geworden. Het past er gewoon tussen. En als je dan op het station komt en je gaat de trap naar beneden hier op het stationsgebied, ja, dat is ook een heel mooi gebied. En het karakteriseert zich voornamelijk ook op sociale veiligheid. Want overal waar je staat, zie je elkaar. Op het moment dat je op het perron staat, moet je die omgeving voelen en ruiken en zien. En met name zien. Al die zichtlijnen die er zijn, die moet je beleven. Ik ben blij dat het klaar is, maar ik ben vooral heel erg blij dat het geworden is wat we gehoopt hadden. En wat de omgevingspartijen graag wilden. De bedoeling van dit station was is dat het helemaal zou passen in het landschap waarin het hier ligt. Nou, we zitten hier midden in het groen, allerlei landgoederen om ons heen, mooie aangelegde landschapsontwerpen. En dat was natuurlijk de stijl waarop we aan wilden sluiten. We wilden eigenlijk gevoel hebben dat die gebieden in elkaar gingen overvloeien. Dat was een belangrijk deel van de opgave. Het gebied hier was een omgeving waar wij dagelijks lange files voor de overweg stonden. Ook kon je eigenlijk niks vinden. Bussen stonden op alle plekken. Als je een parkeerplek zocht voor iemand die wel eens geweest is. Echt chaos met de auto's die overal in de kleinste hoekjes stonden. Rondom de bushalte stonden honderden mensen vaak te krioelen om hun bus te bereiken. Bomen, de overwegbomen lagen bijna 25 minuten per uur dicht. Het is een gigantische belemmering voor de doorstroming van het verkeer van de A12 naar Zeist en vice versa. Overal stonden fietsen. Aan elke boom zat bijna een fiets vast. Maar het allerergste was, de situatie was hier volkomen onveilig. Ik ben in 1989 zat bij het ingenieursbureau NS. Toevallig heb ik toen al allerlei tekeningen gemaakt voor dit station. Tekeningen hoe het eventueel kon om die twee overwegen te saneren. En of het viersporig werd, tweede boven, tweede onder, vier naast elkaar. Dus die tekeningen die heb ik toevallig al vanaf 1989 gemaakt. Dat heb ik begrepen wel van Albert. Dat hij als jonge jongen al aan het tekenen is geweest van de mogelijke opties voor dit gebied. Er zijn natuurlijk heel veel opties. Ja, in die jaren de revue gepasseerd. Ga je het spoor nou laten liggen? Ga je het spoor nou omhoog tillen? Ga je het laten zakken? Het is een hele afweging geweest, maar uiteindelijk bleek dat het spoor laten liggen op de plek waar het lag gewoon de minste impact had op het groen in de omgeving. En dat het vooral ook daarna goed in te passen was met de onderdoorgang en alle voorzieningen die er waren. Ik durf het bijna niet te zeggen dat we 31 jaar lang nog over moeten doen voordat we een plan voor elkaar hebben gekregen. Maar dit was een hele moeilijke omgeving. Het complexe hier is dat je eigenlijk ruimtegebrek had. Dus wij moesten uitbreiden op spoor. Later in de afstemming met de omgevingspartijen, met gemeentes en provincie, wil je ook al hun problemen meenemen. Hè? Maar weet je wat nou het allermooiste is van en tegelijkertijd het moeilijkste bij al dit soort stationsopgaven? Is dat de ambitie van de ene partij altijd betaald moet worden met het geld van een andere partij. En daar hebben wij eigenlijk in het beginjaren van 2002 tot en met 2010 over gesteggeld met z'n allen. En dan ga je terug van ja, maar wat moet er wel gebeuren? En die gemeentes en die provincies die zijn daar gewoon meegenomen, want het is hun grondgebied. Het is hun station. Iedereen heeft zijn belangen. Een gemeente heeft een ander belang dan een provincie. Een ProRail, een ministerie hebben andere belangen. Een ministerie bijvoorbeeld, die wil
dat we binnen de budgettaire ruimtes blijven die daarvoor zijn vastgesteld. Die willen geen gedoe. En om al die belangen samen te smeren tot één plan, dat is de uitdaging. Ja, van de buitenkant lijkt het misschien soms dat er even een station gebouwd wordt. Maar dit is echt hopeloos complex. Het zijn niet een paar Lego-steentjes die je op elkaar stapelt. Nee, alles hangt met elkaar samen. Het was sowieso binnen BAM al een flinke uitdaging. Met, ja, met 5 BAM-disciplines het werk hebben gebouwd. De BAM-rail, kabels en leidingen, betonbouw, wegen. Ik heb nog nooit zo'n groot bouwwerk in de grond gebouwd, zeg maar. Het is één grote bouwkuip vanaf de noordzijde tot de zuidzijde. Één grote betonnen bak in fases gebouwd. Dit was een moeilijke put omdat het heel erg driedimensionaal was. Soms heb je gewoon recht toe, recht aan iets wat je moet bouwen. Maar hier alles was gekromd en overal verhogingjes en faseringjes en niveauverschillen en niets was recht. En geen enkel detail was hetzelfde. Voor ons betonbouwers is gewoon vierkant en recht het makkelijkste om te maken. En ronde vorm betekent heel veel aanpassingen in de bekisting om het rond te krijgen. Want ja, een houten balk is nooit rond. Dus die heb ik echt wel soms gedacht van hoe gaan we dit weer maken? Maar het is wel, het is wel uiteindelijk hartstikke mooi rond, maar het is voor ons niet ideaal. De auto's moesten door blijven rijden, de fietsers moesten door blijven rijden, treinen die blijven rijden. Ja, dat was gewoon ingewikkeld gewoon, om al die verkeersstromen maar te blijven af te wikkelen. Ja, die treinen die reden gewoon door op 1 meter van de bouwkuip en daarnaast heb je een gat van meer dan 10 meter. Ja, dat moet wel blijven staan allemaal en het mag niet te veel bewegen. Drama. Wat voor ons als project heel lastig was, was eigenlijk hoe we zo goed mogelijk de weg konden vinden in het hele fietsproblematiek. Ja, de fietsers. Fietsers zijn niet te sturen. Dan denk je netjes afgezet te hebben en dan gaan ze gewoon alle kanten op. Met gevaren voor eigen leven, want ze rijden gewoon over de hoofdstraat naar de andere kant. Die fietsers, daar heb ik echt wel slecht van geslapen, ja. Fietsers gaan helemaal hun eigen gang. Willen het liefst hun fiets op het perron parkeren. Je hebt 6 middelbare scholen hier in de buurt. Ja, er fietsten ook gewoon dagelijks veel kinderen door het projectgebied. Ja, zoals het in het planstadium bedacht was, ja, wij zagen toch wel enorme beren op de weg van hoe je het kon bouwen. In het begin zaten heel veel mensen er heel krampachtig in met het idee van als ik maar geen verlies leid, als mijn stukje maar werkt, dan bereik je dat synergie-effect nooit. Dus je moet één iemand hebben die dan zegt oké, we gaan ervoor en we gaan die kar trekken. Het was Karin haar idee om hier een bouwcafé te maken. Is dit zoek van Wouter, jongens? Alle partijen die echt iets willen, die kwamen niet zo goed met elkaar overeen. Het was zo makkelijk geweest om het te laten klappen hier. Ja, dat wil je niet. En natuurlijk zijn we als bouwers ook gewoon eigenwijs. Want wij denken het beste te weten hoe we iets moeten bouwen. Wat ik wilde was graag een plek waar het heel natuurlijk is om samen te komen. Als je in zo'n bouwcafé met je aannemer zit en je zit met alle borden van wat het werk moet worden. Je ziet een leuke omgeving. Als je gevoel krijgt bij wat er zich afspeelt. Dat vergadert heel anders. Het bouwcafé werkte uitstekend, ja. Ja. En dat is ook een stukje samenwerking en ook een gevoel van bij een aannemer. Daar liepen constructeurs en heb je gewoon een goed gevoel bij ook. En als die zeggen, joh, het komt goed, dan kijk je natuurlijk wel nog steeds kritisch naar de plannen. Maar wel met je achterhoofd. Hij is niet achterlijk. Dat komt wel goed. Wat ik in Driebergen-Zeist heb ontdekt, is dat het veel effectiever is om de ingenieurs aan tafel te zetten en de discussie te laten voeren over de dingen die niet goed gaan, dan dat je de juristen aan tafel zet. Op vrijdagavond haalden we het spoor uit dienst. Nou, je moet je voorstellen, er komt gewoon een slijptol en die slijpt die spoorstaven door midden. Ja, en de trein rijdt niet meer. Vervolgens haal je alles weg. En je denkt van ja, er is hier geen spoorlijn en over 16 dagen moet hier weer een trein rijden. Arcades had bedacht van nou, er komt een brugdek alleen over de hoofdstraat, een meter of 30.
We dachten, ja, waarom 30? Je kunt net zo goed alles in één keer schuiven en het gaat veel sneller. Dus waarom niet 140 meter? Ja, en dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen van hoe gaan ze dat doen? Want waar gaan ze dat dek voorbouwen en hoe krijgen ze hem ingeschoven? Want je hebt die ruimte niet. Op het moment dat het spannend wordt, zijn we de gesprekken gaan voeren over de inhoud. De inhoud verbindt. Als je op de inhoud gaat kijken, dan kom je eruit. Dat is ook bij hem gebeurd. In ons project hebben we echt gekozen voor een samenwerking die eigenlijk de organisatiegrenzen oversteeg. Moet je voorstellen, je hebt dan 16 dagen gewerkt. Nou, mensen hebben veel te veel uren op hun benen gestaan. Je leeft toch in een soort roes, hè, want je bent continu aan het werken en aan het presteren. Het is gewoon één lange sportprestatie. En uiteindelijk gaat dan op het moment suprem gaat die trein over het dek rijden. Ja, je weet dat het moet kloppen, maar dan zie je die grote trein eroverheen denderen en dan denk je van, ik houd toch even mijn hart vast. En natuurlijk gaat het goed. Mijn dienst zat erop, toen heb ik gewoon aan de zijkant gestaan en toen zag ik er voorbij komen. Ja, dat was echt super gaaf om te zien dan. Ik ben trots op jullie, echt trots. Het is een overwinning eigenlijk, op wie weet ik eigenlijk niet, maar het voelt als een overwinning dan. We hebben natuurlijk best wel veel overlast bezorgd gedurende de bouw. Maar er is in de fasering daadwerkelijk gewerkt naar momenten dat we ook echt iets aan de omgeving konden teruggeven. En na een jaar is de eerste onderdoorgang gerealiseerd, waardoor eigenlijk het fileleed, wat er tot die tijd altijd was, in één klap verdwenen was. En dat heeft ontzettend veel goodwill gekweekt in de omgeving. Het bouwcafé van Driebergen-Zeist. Dat was voor mij het hart van het project. Dat was de plek waar we als team samen moesten komen. Waar we met elkaar in dialoog konden gaan. Maar waar we ook de buitenwereld naar ons project toe konden halen. De bouwput is je belangrijkste communicatiemiddel. Wat we hier absoluut niet nodig hebben zijn bouwdoeken. Die moet je juist weglaten. Je moet mensen in die bouwput laten kijken. Zodat je altijd in de bouwkuip kon kijken wat daar gebeurde. Ja, dat werkte heel erg goed. Wij zijn heel erg nadrukkelijk ook gaan bewijzen dat wat we beloofden, dat we dat ook waar maakten en ook deden. Dat is echt wel een prestatie dat een ontwerp is gemaakt. En waar echt jarenlang door alle partijen ongelooflijk over is gestreden van waar leg je dan de accenten. Dat uiteindelijk in het eindresultaat heel erg overeenkomt met de visie die de architecten en de landschapsontwerpers hadden. Het is heel belangrijk geweest in het project om in deze landschappelijke omgeving vol met landgoederen om daar weer eigenlijk het groene karakter terug te brengen. En dat is gedaan in de Engelse landschapsstijl. Dat is namelijk dezelfde stijl die op veel van de landgoederen in deze omgeving voorkomt. En een ander kenmerk daarvan is dat de Engelse landschapsstijl zoekt vaak verbinding met de naastgelegen landgoederen. Dus je wil eigenlijk visueel alles in elkaar verknopen. Nou, dat past natuurlijk thematisch heel goed bij de opgave die hier lag. Hier in dit gebied ligt het grondwaterniveau ligt vrij hoog, terwijl een aantal verdiepingen naar beneden toe zijn gegaan. En daar is dus heel veel voor nodig, wat je nu niet meer ziet, om het te kunnen bouwen überhaupt. Ja, maar wij vechten hier in Nederland altijd tegen het grondwater, dat is de één. Nou, dat hebben we dus met onderwaterbeton en damwanden en waterglas proberen te overwinnen. Om vervolgens betonvloeren en betonwanden te kunnen maken die zorgen dat het grondwater niet in dit gebied kan komen.
komen hier toch ook wel bij een heel belangrijk onderdeel van het plan. Dit is de monumentale kap. Deze kap bestond er al. Die stond op een andere plek en die wilden we heel graag hergebruiken. Tja, die monumentale kap. Ja, dat was mijn ding. Die kap was denk ik een van de weinige dingen waar je ook echt steeds maar probleem op probleem zag ontstaan. Je moet niet onderschatten wat plekken doen met mensen. Die perronkap, die staat op historisch terrein. De gaten uit de Tweede Wereldoorlog zaten er nog in. Alleen tijdens het bouwen kwam er ineens sprake van, goh, het is allemaal, wordt te ingewikkeld. Die kap is zo oud, die voldoet constructief niet meer. Er moeten zonnecellen op, dat kan helemaal niet. Kunnen we gewoon niet dat ding in de shredder gooien en een nieuwe bouwen en dan niemand die het ziet. Nou ja, dat was natuurlijk onze eer. Dat was juist helemaal niet de bedoeling. Die kap moest behouden blijven. Wij vonden het niet zo logisch om die kap te bewaren, want dat matchte niet in ons hoofd. Dus. Uiteindelijk wilden mensen het in eerste instantie echt niet. Die durfden het gewoon niet aan. Dus wij hebben wel benadrukt om die kap gewoon door een replica te vangen, wat sneller, goedkoper, makkelijker, beter zou zijn. Als je gaat denken over replica's, je moet moeite steken om dat originele ding te herstellen. Maar als je het wegdoet, ben je het voor altijd kwijt. En dan kun je nagemaken, maar dan is het toch dat gat wat erin geboord is in plaats van geschoten. En ja, dan kun je net zo goed de foto neerzetten, dan ben je ook klaar. Maar je wil natuurlijk het echte, het fysieke bewijs hebben dat de geschiedenis heeft plaatsgevonden. En bovendien kwamen ook nog chroom 6 in de oude kap tegen. En voldeed de kap helemaal niet aan het nieuwe bouwbesluit. Hij was gewoon rot, zeg maar. Ja, dit was eigenlijk vragen om problemen. En wat is er nou toch leuker als je aan het nageslacht kan nalaten dat we een monumentale kap gerestaureerd hebben. Eigenlijk moet je dat ook als aannemer, moet je dat proberen te omarmen en je eigen net hard voor inzetten. Chroom 6 is het ergste, hè? Want je mag er niet, boutje moet je losdraaien, want dan kunnen de schilfertjes loskomen en dan kan je kanker krijgen. We hebben toen gezocht naar samen met de aannemer, hè, ja. Naar een smid. En die zegt van, ja, ik heb klinknageltechniek in huis. Ik ga daar echt geen fake nageltjes op. Ik ga ze gewoon echte replica's maken. Ja, dat was een super moment. Je ziet daar twee gaten. En dat zijn dus kogelgaten die... Dat is het verhaal is onduidelijk of het ofwel door Duitsers geschoten is die op een Engels vliegtuig schoten, ofwel het Engelse vliegtuig wat naar beneden schoot. Ik zou zeggen, het zullen wel Duitsers zijn geweest die naar boven schoten, was zo'n grote schat niet, maar dat weet ik dus niet, dat zullen we ook nooit weten. Er zijn 100 redenen geweest om te zeggen van doe die perronkap maar weg. Maar ik ben heel blij dat we toch met elkaar het traject zijn ingegaan om te kijken wat er nodig was om het ding wel te behouden. Het is op zich best bijzonder, want je begint hier een heel groen plein te zien. Je ziet allemaal bomen, je ziet allemaal groen eilanden van die bakken. En je moet je toch voorstellen dat dit eigenlijk niet een normaal stuk grond is. Er zit hier heel veel beton onder, wat nodig is om te zorgen dat de hele ruimte, dat plein die hier ligt, dat het waterdicht is. Want er zit allemaal grondwater onder, dus er is best wel heel veel moeite gedaan om dat groen hier echt te kunnen laten groeien en te zorgen dat het ook echt groot kan worden. Als ik nu de omgeving kijk qua groen en qua omgeving, dan heeft Kees echt wel wat Kees bedacht heeft, is uitgekomen. Ja. Kees Neven was landschapsarchitect, dus direct een collega van me. Hij wist precies welke boom van de 320 bomen die zijn teruggekomen, welke boom hij op welke plek wilde hebben. Maar Kees was echt helemaal heilig, de bomen waren heilig. Ja. De bomen. De bomen. Ik weet precies hoe wissels gelegd moeten worden, sporen en civiel. Maar boompjes planten en groen, mijn hemel. Nou, de bomen ben ik bij betrokken geraakt op een gegeven moment. Maar toen ben ik er pas achter gekomen hoe moeilijk het is om een boom te planten. En wat je daar allemaal voor moet doen om te laten groeien, zeg maar. Vooral omdat die hier niet in het bos staat, maar staat in een betonnen bak. Dus. We hebben een enorme waterkelder gebouwd. Dat is onder het station van de Olympische afmetingen. Een Olympisch zwembad. En daar wordt al het water verzameld van die 4 hectare, 4 voetbalvelden dat erin afstroomt. En in droge tijden wordt dat bassin gebruikt om de landgoederen hieromheen te bewateren.
Je ziet in stedelijke omgeving in de zomers dat de steden toch echt wel opwarmen doordat er zoveel steen is. Maar juist dat groen en die schaduw die het werpt, dat is juist heel belangrijk. Dat is ook een duurzaamheidsaspect. Dat mensen zich prettig voelen en dat de plek gewoon niet te warm wordt. Wat ik niet bij een ander station ken, is dat alle installaties onder het station, dat zijn gebouwtjes of kamertjes waar de installaties in staan, en die geven ook warmte af. Die warmte wordt opgevangen en dan wordt de fietsenstalling en alles mee verwarmd. Dus dat is wel innovatief. Kees jammer dat hij niet meer is, maar als hij nu ziet wat het geworden is, ja, ik denk dat hij heel trots is over zijn plannen. Want die brug die er overheen zou moeten komen, dat verbindt de landgoederen met elkaar. Maar we gaan het juist onder die tak door doen om de kwaliteit van het gebied te laten zien aan de reiziger, aan de gebruiker van het gebied. Dit heeft veel mooie rondingen. Ik vind het ook wel tof dat de weg daar soort van onder het spoor doorgaat. Ja, het voelt vriendelijk en open. Past ook, vind ik, mooi bij de omgeving aan de buitenkant. Het is net alsof het gewoon onderdeel is van het geheel. Ik zei net nog van in Amsterdam, van ik vind dit een van de mooiste stations van Nederland geworden.